kan gewoon nog lachen met Guus Stil in de kleedkamer. Natuurlijk is mijn maatje. Hè. PSV maakt het zichzelf onnodig lastig tegen Lans, maar hij heeft wel de eerste Champions League overwinning van het seizoen geboekt. Het zorgt voor een grappen met Peter Bos op de persconferentie en Ismaël Saibari is opgelucht. Wat moet je van de scheidsrechter? Wat ik van de scheidsrechter vond. 8 of 9 gele kaarten en een rode uiteindelijk. Bijna allemaal voor hun. Bijna allemaal voor hun. Nou, dan was het een geweldige scheidsrechter. 17 Champions League wedstrijden van PSV zonder zegen. Ja. Dat wist je waarschijnlijk wel. Ja, klopt. Ja, natuurlijk. Eindelijk zou ik dan zeggen. Vorige thuiswedstrijd daar tegen Sevilla was het dan 2-2 helaas. Alleen, ik denk nu dat we eindelijk nu hebben gewonnen. Dat is wel een heel goed gevoel. Het was een belangrijke wedstrijd. Iedereen wist het ook. Er zat veel druk op en uiteindelijk hebben we gewoon geleverd. Wat overheerst na deze avond? Is dat opluchting of toch wel, we hadden er meer moeten maken? Ik denk wel beide. We konden sowieso meer maken. Alleen, uiteindelijk is het belangrijkste dat je 3 punten pakt en nu tweede staat. Over dat fysieke spel, dat ging nog door in de catacomben, begrepen wij, in de rust. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat was, dat was een heel ander sportprogramma, geloof ik. Iets van Boxing Day. Het was een massale vechtpartij, ja. En jij ertussen? Ik heb het allemaal gesust. Heel goed. Ja. Nee, het viel allemaal wel mee, weet je wel. Dat is gewoon, weet je, wat er wel eens gebeurt, daar wordt er wat geschreeuwd over. Het valt allemaal wel mee. Over jouw positie in het team. Je kan natuurlijk heel clichématig zeggen, concurrentie is goed in het team. Maar ik kan me voorstellen, met 4 van zulke goede nummer 10's, ja, jij hoort in principe samen met anderen gewoon te spelen. Is dat soms ook niet moeilijk als je dan toch weer op de bank komt te zitten? Ja, daarvoor zit je bij PSV. Dan heb je gewoon concurrentie en moet je voor je plek vechten. Dus elke minuut die we krijgen, moeten we gewoon laten zien aan de trainer waarom jij zou moeten spelen. En dat is wat we allemaal doen, dus ik ben er wel blij mee met de concurrentie. Ja, je kan gewoon nog lachen met Guus Stil in de kleedkamer. Natuurlijk is mijn maatje. Hè. Als je Schouten zo ziet spelen, verwacht je dan dat hij bij Oranje gaat zitten bij de selectie die binnenkort bekendgemaakt wordt? Ja. En, vind je dat hij basis waarvan zou je erbij moeten zitten? Op basis waarvan? Ja, van wat we eigenlijk iedere week zien. Op basis van zijn kwaliteiten. Maar goed, ik ben geen bondscoach. Je vraagt het aan mij als trainer van hem. Of ik het logisch zou vinden als hij bij het Nederlands elftal komt. En dan zeg ik ja, maar waarbij ik natuurlijk niet het hele overzicht heb. Hè, van al die spelers die overal over de hele in Europa zeg maar rondlopen. En dat heeft Ronald natuurlijk veel meer. Maar als je aan mij vraagt, is het een jongen die bij het Nederlands elftal zit, dan vind ik het absoluut.